13 en 14 februari was er in Alkmaar in de Meent het NK Junioren Allround Schaatsen. En op de eerste dag staat dan de 500 en de 1500 meter op het programma. En de 500 meter ging goed voor Joy Beunen. De 500 meter is de kortste afstand, dus je kunt je weinig fouten permitteren. En zo reed Joy deze 500 meter ook en dat resulteerde in een zevende plek op de 500 meter. Na de 500 meter volgt dan de 1500 meter, een van de zwaarste afstanden. Hier ga je dus echt drie rondjes voluit. En dat voel je in de benen. Maar ook deze keer ging Joy goed, heel goed zelfs. Het resulteerde in een eerste plek en dan word je zelfs afstandskampioene. Nederlands afstandskampioene Joy Beunen op de 1500 meter. En dan zet je al een hele goede eerste dag neer, want dan kun je dus de tweede dag ingaan met een voorsprong. En dan hoef je alleen nog maar de 1000 en de 3000 meter te rijden. Zoals al zei, dag 2, de 1000 en de 3000 meter. 1000 meter is een moeilijkere afstand. Lastige afstand en Joy die gaat er dan ook volledig voor. Valt dan de bocht aan en handje op de rug. Tempo hooghoudend, aangemoedigd door het meest meegereisde publiek uit Borne en omstreken. En ze kan dan hier prachtig voor haar tegenstander kruisen. En dan kan ze op weg naar de laatste bocht. En dan doen de benen zeer. En dan moet je na de bocht nog 50 meter. En Joy finisht dan in een nieuw PR en dan heb je heel goed gereden. Ze verliest wat ten opzichte van haar tegenstander. Maar dat moet ze dan goed kunnen maken op de slotafstand. En de slotafstand is dan de 3000 meter. En op die 3000 meter heeft ze dan 1/4 van een seconde achterstand op haar tegenstandster. En juist tegen haar moet ze dus die 3 kilometer gaan rijden. Dus het is voor Joy de noodzaak om voor te blijven. Voor de tegenstandster. Om ook eerste te worden in het allround kampioenschap. En dan zie je al gelijk in de eerste ronde dat ze al een kleine afstand gaat nemen. Ze kan dan de binnenbocht pakken en dan ook de buitenbocht. En in die buitenbocht zie je dat ze nog steeds afstand heeft ten opzichte van de tegenstander. Terwijl als je in de binnenbocht rijdt dat je dus veel meer kunt gaan inhalen. Maar in de buitenbocht loopt gewoon Joy uit. En ze blijft uitlopen tijdens die hele 3 kilometer. Het was de cadans die ze vond, de swoon die ze vond, de aanmoediging van het publiek. En daardoor zie je dus dat Joy fantastisch reed deze 3000 meter. Hier aangemoedigd door haar ouders, door haar vriend Thomas Geerdink die ook schaatst voor het RTC KNSB team. En dan kun je heerlijk in die swoon blijven. En dan voel je die benen echt niet. Dan ga je maar door. Dan ga je maar door. En dan is het de laatste ronde. En dan hoef je nog maar 100 meter. Kom op Joy. Blijf je tegenstander voor. En dat blijft ze. Met een fantastische PR rijdt ze dan naar het Nederlands kampioenschap allround. Hier opgevangen door haar trainer Johan Freriksen. Die natuurlijk ook waanzinnig blij is met zijn pupil. En dan kun je met een grote glimlach op je gezicht naar je ouders toe gaan. Hier met vader en moeder en natuurlijk ook Thomas Geerdink. Edwin Beunen krijgt nog even een dikke kus van zijn dochter. Geeft zijn dochter ook een dikke kus. Top. En dan kun je naar de huldiging. En dan heb je het gewoon ontzettend goed verdiend.